Hey, hallo, Corine hier. Vandaag ga ik even live een rouwkaart maken. Ik heb altijd zulke kaarten op voorraad. En aangezien de voorraad leeg was, ik dacht, nou weet je wat. De meesten hebben hier ook wel moeite mee. Ik vind het nooit zo lastig. Ik vind ook eigenlijk de meest gewaardeerde kaarten. Dus ik denk, nou weet je wat, ik gooi de camera aan en ga hem gewoon even live maken. En ik heb besloten om het blok te gaan gebruiken. Vintage treasures. En eigenlijk is dat gewoon van allerlei vintage plaatjes. Maar ik dacht, nou, het papier vind ik er eigenlijk best wel geschikt voor. Dan had ik in ieder geval ook de stempelset erbij gepakt. Uit de Missies collectie. Want daar staat op sterkte met dit verlies of sterkte in deze tijd. Nog geen idee welke ik precies ga gebruiken, maar dat komt vanzelf. Deze set ga ik gebruiken. Dat wordt de rechthoeken. Nou, die leg ik gewoon even allemaal wel in de buurt en een eindje aan uitzicht. En dan heb ik dus een aantal papiertjes uitgezocht. En ik weet eigenlijk niet meer precies hoe of wat ik had gedacht wat ik ging doen. Ik weet dat ik ergens een randje mee zou gaan maken. Ik ga in ieder geval eerst mijn basis doen. Mijn witte kaart is 14,5 bij 14,5. Dus mijn opleg wordt 14,1 bij 14,1. Dan ga ik even kijken. Nou, dat maakt in principe niet zoveel uit wat ik ga pakken, welke kant. 14,1 bij 14,1 wordt die. En ik hou er eigenlijk altijd van om allerlei matlagen te houden. Dus als ik dit nu als matlaag ga gebruiken, dan komt dat ook iedere keer weer terug. Dat vind ik gewoon de rust van je kaart. Nou, die is 14,1. Dan gaan we dit hierop. Nee. Ik wil hem vrij rustig houden. Ik ga dit hierop zetten. 14,1. Dan wordt deze. Ja, ik zoek even de rechterkant eerst op. 13,7. Ik zit ook eigenlijk nog te twijfelen of ik de randjes iets ga beïnkten. Meestal doe ik dat niet. 13,7. Ik hoop dat hij helemaal vierkant is nou, want ik heb er natuurlijk al een stukje van gebruikt. Ja, dit komt goed. 13,7. Dan is dit papiertje. Nee. Dan moet ik eens even zien hoor, want ik had iets in mijn gedachten met die rechthoek. Dit is het donkere papier. Ik wilde de rechthoek gaan gebruiken. En daar wilde ik de tekst mee opzetten. Maar ik denk dat wat ik hier heb liggen, of dat net ietsje te klein vind. En te weinig spikkels erin. Ik wil er toch wel een beetje spikkelpapier in hebben. Aangezien ik het hele blok nog heb. Even zoeken waar dat een beetje op zit, dat gespikkelde. Dat zit hierop. Pak ik hier de bovenkant van. En dan moet ik eens even kijken, want ik denk dat ik dit maatje pak. Dus de tweede. Ja, die vind ik groot genoeg. En ik vind het dan wel leuk om een aantal van die blokjes erin te hebben. Niet te veel, maar toch wel een beetje. Ja, dat zou kunnen hoor, maar dat is net te weinig naar mijn zin. Dit, zo vind ik het mooier. Dus dan knip ik even ruw uit. We gaan even de schaar erbij. En dan kunnen we die mooi even met de kleine stansmachine doen. En ik heb hier al die papiertjes, hou ik even aan de zijkant. Mijn kleine machientje erbij, want dat vind ik dan toch wel het fijnste, want dat maakt niet zoveel herrie voor jullie. Dan moet ik hem toch nog wel ietsjes korter maken. Oeps. Ja, jullie zien het, ik zit weer gewoon met vest aan. Het is zo raar weer. Ik heb al twee weekenden gewoon lekker aan de waterkant gezeten. In bikini. Twee zondagen achter elkaar. En nou is het gewoon weer koud. Het regent. Het is vies. En niet gezellig. Ongezellig weer. Maar goed, daar moeten we het ook mee doen. Kijk.
En die wil ik dus matten. Maar dan moet ik even kijken. Even de boel aan de kant hoor. Ik kan even hier. Want hier wil ik mijn tekst op hebben. Even kijken. Nou, dit matcht dan gewoon wel. Kijk, want hier komt dan weer zo'n heel klein matlaagje dan langs. Die gaan we dadelijk even snijden met het... met de lineaal. Ik heb een nieuwe. Dus dat is wel fijn. Oh, ik heb allemaal lijm op laten staan. Dat is niet echt handig. Dus ik pak even een andere fles. Dat is gewoon dom. Want dan gaan ze natuurlijk weer stopt. Gelukkig heb ik nog een hele goede. Waar nog een mooi fijn puntje op zit. Want ik zal jullie laten zien hoe ik dat dus doe als mijn puntjes niet meer werken. Ik ga hem gewoon even deze maat ongeveer. Kijk, dan knip ik er gewoon een stuk af. Maar je ziet het, dan is je mooie fijne puntje bij je kwijt. Ja, helaas. Die moet ik dus even nog gewoon weer zorgen dat hij het gaat doen. Want die gaat het wel weer doen hoor. Die komt daarop. Dan moet ik even zoeken naar mijn fijne lineaal. En waar ik dus ook achter ben. Ik had, mijn andere was natuurlijk verknald door cursisten. Waar ik ook erachter gekomen ben, is dat dat ook komt doordat je een mes gebruikt wat kan bewegen. En nou hoop ik dat jullie begrijpen wat ik bedoel. Een Stanley mes zit natuurlijk niet helemaal strak. In zijn verpakking. Laat ik maar zo zeggen. In de houder. En deze dus wel. Ik ga, moet wel even zoeken. Want dat ligt aan mijn snijmat. Mijn snijmat die is ook hobbel de bobbel. Dus je moet echt wel zorgen dat alles eigenlijk gewoon strak is. Ja, dan werkt het met niks. Dus het is echt easy peasy om te doen. Kijk, nou doe ik het zelf. Ik moet hem wel gewoon... recht houden. Recht naar beneden houden. Snij ik er zelf weer al een stuk af. Oh, wat erg. Gelukkig alleen van de bovenkant. Zie je? Even herstellen. Nou, dan ga ik wel even met een schuurpapiertje langs stellen. Want dat vind ik zonde. Maar mijn matlaagjes zijn in ieder geval gaaf. En daar ging het om. Die komen dus, die komt dus hierop. Nou, dan vind ik het dus leuk om er een strookje op te doen. En dat strookje, ik heb een randstansje gepakt van de Janine collectie. Die gaan we dus niet al te... Oh, wacht even, laat ik hem even gewoon snijden. Want dan is alles gewoon recht, dus de achterkant ook recht. Dus ik moet natuurlijk even erbij gaan zoeken. Kijk, ik heb een rand nodig. En die wil ik dadelijk nog even met stiksteekjes. En ik heb dit randje nodig. Want ik wil de stiksteekjes allemaal terug laten komen. Eens even zien. Waar is mijn malletje van de Janine collectie? Waar heb ik die nou weer gestopt? Ja. En als je dus een beetje uitkiest. Kijk, jouw plaatjes zijn natuurlijk... zijn, of mijn plaatjes zijn langer dan dat mijn kaart is. Dus als ik nou zorg dat ik gewoon over heel het plaatje mijn mal leg... dan heb ik lengte zat. Zo. Oh, het moet wel een beetje opzij natuurlijk. Want anders heb ik niks om, om op te plakken. Dat moeten we natuurlijk erachter plakken. Dan gaat hij wel even lastig. Maar dan is het te doen. Oh, jongens, weet je? Vorige week mocht ik een demo geven in Sluis. Wat ontzettend gezellig was. Wat is dat een mooi plekje, joh. Wat ik er dan van gezien heb, hè? Want ik heb natuurlijk niet zo heel veel gezien. Maar wat een mooi binnenplaatsje was het. Heel gezellig, heel druk, echt heel toeristisch. Ja, dat ken ik gewoon niet. Want dat is het hier niet. Maar ja, hele aardige mensen. Maar ja, goed, dat zijn ze overal, hè. Even kijken hoor, het randje komt hier. En daar wilde ik eigenlijk... ja, met die tekst. Want het wordt een rouwkaart, hè? Dus we gaan wel een beetje ervoor zorgen dat het iets of wat
neutraal is. Dat hij niet te hip en de pip is. Dat kan natuurlijk niet. Maar goed, ik moest dus door die tunnel. Nou, als je nou bedenkt dat ik dus eigenlijk... Hoe breed ga ik hem maken? 4 centimeter. Is dat zo breed? 3,5. Ja, 3,5. Dat ik dus tot 4 jaar terug, dus voor mijn tijd van Studio Light, de snelweg niet eens op durfde, was dit voor mij natuurlijk wel een hele uitdaging. Dat komt daar. En dan ga ik jullie gelijk laten zien hoe ik dat dus fabriek met die sticksteken. Die past hier precies op. Die is eigenlijk is gewoon te groot. Dat hoeft helemaal niet zo groot. Ik ga dus mijn randje pakken. Oh. Dus toen ging ik nooit de snelweg op. En toen zei mijn man, toen ik dus solliciteerde, of tenminste ja, reageerde op de DT-call van ja, coachje, dat kan je nou allemaal wel doen en willen. Want je zal dus moeten rijden. Want ik ben niks te beroerd om jou te brengen. Maar ja, hij zegt, ik werk ook, hè. En dat is zo natuurlijk. Dus, nou, dat ga ik gewoon doen. Nou ben ik door die tunnel gegaan. Mijn hemel. Wat een end. Ik geloof 6 kilometer lang. Onder de grond, onder door het water. En je blijft maar duiken. Je denkt, er komt geen end aan, denk je dan. Maar ja, natuurlijk komt er wel een end aan. Maar zo lijkt het, hè. Ja, dan moet ik er nog een stick steken. Want ik wil hier nog eentje ervan achter laten komen. Een stukje papier. Dus dat doe ik ook nog even. Stiksteekjes van maken. En hoe ga ik dat doen? Want die is niet zo breed. En ik wil gewoon mijn rasjes opmaken. Dus dat gaan we gewoon even zo doen. Oh, dan moet ik wel even eerst zorgen dat die rommel eraf is. Want er zit nog een kleine... Ik pak even gewoon de achterkant. Kan uitschillen. Valt er dadelijk vanzelf af met draaien. Dus ja, door die tunnel heen. Nou, en dan ben je eenmaal door die tunnel voordat je dan in dat plaatsje bent. Ik geloof dat ik al 20 rotondes gezien heb. Ik heb nog nooit zoveel rotondes gehad. Zo zie je maar, hè. Even Zeeland doorkrassen. Nou, ook dat, het was gewoon echt een heel end, hoor. Want dan is Zeeland nog gewoon heel groot. Had ik niet gedacht. Heel eerlijk. Nooit verwacht dat het zo groot zou zijn. Want als je het op de dingen ziet, op de kaart ziet, dan denk je, oh ja, joh, klein stukje van links. Nee, je gaat van links naar rechts. Valt reuze mee. Nou, dat was het niet, hoor. Even zien. Dit kan denk ik aan de kant. Dan moet ik dus nog een stukje papier hebben wat daar weer op matcht. Even ruimen, hoor, want anders dan zie ik door de boom het bos niet meer. En ik wil eigenlijk wel gewoon dezelfde soort... Ga ik dat doen? Het matcht natuurlijk wel, hè. En het is zomaar een heel klein stukje wat er van achter komt. Maar eigenlijk... Even geduld. Ik vind eigenlijk het met de kleine spikkeltjes het mooiste. Ik heb daar grote spikkels. Ik heb hier nog kleine spikkels. Ik ga de kleine spikkels pakken. Daar pak. Zit dat hier nog op? Er zitten hier ook nog spikkeltjes op. Maar er zijn nu echt wat grotere. Ik wil dit stukje hebben hier. Ik ben weer eigenwijs, dus ik ga weer een heel stuk papier zitten verknallen. Nou nee hoor, dat is geen waar. Ik wil hier gewoon een stukje van. Waar dus die spikkeltjes op zitten. En zo maak ik dus... Als je natuurlijk alles uit één blok pakt... Dan is het sowieso dat het papier gewoon allemaal matcht, hè, bij de papieren van Studio Light. Dan kan je gewoon allemaal lekker bij elkaar gebruiken. Dat komt daarop. Nou, dit is recht. Ik ga deze vast vastplakken. Dan heb ik alvast een paar basissen. Ja, dan heb ik hem weer open laten staan. Dat is maar even, dat moet kunnen. Ik vind het gewoon leuk dat dat gewoon een kleine stiksteekrandje dat dat terugkomt. Ik had laatst een babykaart gemaakt en die had ik niet live gemaakt. En toen vroeg iemand, heb je die live gemaakt?
Nou, dat was eigenlijk ook op deze basis. Nou, zaten daar pareltjes en dergelijke op. Ja, dat vind ik natuurlijk... Ik ga het erbij houden dadelijk. Ik ga even kijken hoe het uitpakt. Maar ik vermoed dat ik dat niet ga doen. Er zat ook kant op. Maar ik heb kant apart gelegd. Je weet nooit wat erbij past. Oh, nou zit ik net mijn rand weg te... Oh nee, dit is geen waarde. Ik moet natuurlijk een stiksteekrand hebben. Nou, dan gaan we even zien hoe die het mooiste uitkomt. Gaat dat niet uitmaken? Nee. Nu niet, dadelijk wel. En normaal zou ik hier ook allemaal kleine pareltjes op plakken. Maar dat vind dat niet... Ja, weet je, wij moeten daar hier ook heel erg aan wennen. Wij waren hier alleen maar gewend als mensen kwamen te overlijden dat het gewoon een kaartje was. Een wit kaartje met in de midden de tekst en rondom een zwarte rand. En dat was het. Dus ja, ik kan hier wel heel erg uitgebreid gaan doen. Maar dat zijn de mensen hier ook niet gewend. Dus dat wordt hem niet. Dus zo maak ik wel heel wat belevenissen mee hoor. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Mijn wereld gaat wel steeds groter worden. En dat had ik eigenlijk niet gedacht. Even zien hoor. Ik ga gewoon ervoor zorgen dat mijn stiksteek hier van boven komt. Maar ik hou hem er gewoon tegenaan. Laat ik hem zo houden. Net erboven. Want ik moet daar toch een randje af. En ik wil niet dat hij dwars erop komt. En nou moet ik even gaan meten natuurlijk. Want ik vind het het mooiste. Als het dus in het geheel erop komt. Nou, dan komt hij zo. Dus dan moet hij ter hoogte van de helft van dat laatste bochtje. Ik hoop dat jullie me begrijpen. Dus hij komt iets of wat hoger. Zo. Kijk, en dan zorg je dat je gewoon weer dat randje, net het stiksteekrandje hebt. Vermeten, dit komt sowieso uit, dus dat is ook fijn. Want dat moet er natuurlijk onder vallen, hè? Nou, dan zijn we eigenlijk al een hele end, hoor. Ik geloof niet dat dit een hele lange video gaat worden, maar dat maakt niet uit, hè? Dat hoeft ook niet altijd. Ik ga deze gewoon vastplakken. Ik zou hem op de boven voor de helft en daar voor de helft. En dan is dit altijd wel weer handig. Want ik doe het altijd wel op het zicht. Maar het is nou wel even handig dat ik dan een beetje recht zit met plakken. Kijk, als ik dan mijn randje zo hou en ik hou daar die aan. Daar die. Die en die. Snappen jullie mij? Ik zit hier recht. Ja. En dan zit ik daar ook recht. Dan moet ik alleen zorgen dat ik tot de helft kom. Ja, ik had dit echt 5 jaar geleden niet durven dromen dat ik ooit met mijn auto over de snelweg zou gaan crossen. Ik had altijd zoiets van, nee, dat wordt te gevaarlijk. Maar weet je, aan de andere kant heb ik wel zoiets van, ja, het is gewoon wel heel erg goed dat ik het heb gedaan en dat ik het doe. Stel je voor, hè, ik hoop dat ik samen met mijn mannetje heel oud mag worden, maar stel je voor dat hij, en dat riep ik altijd, ja jongen, maar dan zei hij van, maar stel dat ik in het ziekenhuis kom te liggen, stel dat je, zie je, nou zit ik gewoon volgens mij gewoon hartstikke scheef. Even kijken. Dit is 1,3. En hier is die. Hij zit gewoon kaarsrecht. 1,3. Dat is gewoon gezichtsbedrog. Ken ook. En dan zei hij altijd van, ja, stel je voor dat ik nou in het ziekenhuis terecht kom. En je moet naar Rotterdam rijden. Ik zei, jongen, ik zeg waar je ook ligt. Ik zeg, maar ik kom je halen hoor. Ik zeg, en ik kom naar je toe. Ik zeg, wees niet ongerust. Maar dan moet je. En dat is nu ook. Als ik nu iets wil. Als ik nu. En ja. En ik weet wel hoor. Ik reed natuurlijk al wel. De laatste paar jaar al naar verschillende winkels toe. Dus mijn wereld was al wat groter. Maar dit was wel heel ver voor mij. Want het was over de 100 kilometer. Hè?
Zou je niet zeggen, hè, dat Zeeuwse landje. Maar het is daar ook heel mooi. Dus ik heb ook gezegd tegen Kees van... joh, we gaan daar echt nog wel een keer terug heen. En dan samen. En dan gewoon lekker naar de Noordzeekust. Ik zag van de week al op de televisie dat daar ook een bultrug aan het springen was. Hoe gaaf is dat? Nou ga ik even kijken, want ik ga hem gewoon even erop leggen. Zo, zo. Mijn vouwlijn zit eigenlijk altijd van boven, hè? Ja, waarvoor ik dit... ja. Ja, weet ik wel hoe ik daarmee begonnen ben. Voorheen zat hij altijd netjes aan de rechtse kant. Maar als wij dus op in dingen zitten, in op de beurzen, dan hebben we lijntjes, hadden we lijntjes hangen. En die lijntjes, die zorgden ervoor dat je je kaart zo, als je je vouw van boven, hing je kaart er zo bovenover. Nou heb ik twee soorten kant. En dan vind ik dit eigenlijk, de kleur is het net wel, net niet. En dat is eigenlijk jammer. En ik vind het eigenlijk ook een beetje too much. Dus dat ga ik niet doen. Maar deze is wat subtieler. Dus ik denk dat ik deze toch wel ga gebruiken. Zie je? Ja, dit kan. En dan gewoon een heel fijn parelrandje. Ja, het moet gewoon. We doen het gewoon. Dus dit gaat weer terug. We gaan even een stukje tape erachter zetten. Even tacky tape. Tacky tape er aan de voorkant op. Moet ik even mijn vaas leegrollen. Want ik moet natuurlijk de dunste hebben. Dan moet ik even kijken. Ik wil mijn kantje aan de achterkant vastzetten. En dan doe ik het meestal ook wel even een stukje of tape of gewoon lijm erachter. Maar dat doe ik eigenlijk wel met flesje. En nou natuurlijk eigenlijk met verkeerde schaar doen. De. Ziet er ook echt allemaal lekker rommelig uit. Hè? Valt misschien wel mee. Oh, kijk nou, heel mijn tekst in de war. Nou moet ik even mijn prikpennetje hebben. Nee, ik wil echt ooit nog een keer. Wij wonen hier prachtig en we wonen vlak aan zee. Maar ik wil zo graag nog eens lekker naar de Noordzee. Maar dan wel als het een beetje waait. Mooi weer, maar wel waaien. Ik wil wel golven zien. Kijk, ik ben de golf in Spanje, die weet ik. Die ken ik. En die kunnen echt best wel hoog zijn. Dan hoef je er echt niet in te gaan. Maar de golven van de Noordzee, die ken ik eigenlijk helemaal niet. Ja, dat is van kinderjaren. Toen wij vroeger op schoolkamp gingen. Nou ja, dat is al een hele tijd geleden. Kijk, die komt er daar overheen. Dus dat zie je, het is precies... dat komt omdat ik niet echt spierwit... dit kantje is ook hetzelfde off-white. Het enige wat ik dadelijk heb, is dat ik wel gewoon een witte basiskaart heb. En waarvoor? Ik heb gewoon geen off-white. Dus dat moet ik nog eens aanschaffen. Maar ik vind het zo op zich gewoon wel goed kunnen. Nou, dan gaan we hem gelijk maar vastplakken. Dat doen we weer met de gewone tape. Even een stukje gewone tape erbij. Dat doe ik altijd, vind ik fijner, want dan kan je je kantje ook even gelijk mee plakken. Dus dan weet je ook zeker, oké, hij zit opgesloten. Hup. Voor de rest hoeft eigenlijk hier geen tape op, want je kan het ook gewoon met gewone lijm doen. Maar ja, als je nou toch bezig bent, dan doe je het dan. Ja, ik dacht van de week, ik denk, oh help, het is nu dinsdag. Dus morgen woensdag. Ik denk, oh, ik heb helemaal geen filmpje meer klaarstaan. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar dat komt, ik ben eigenlijk heel erg druk met voorbeelden voor de folder. Ja, je moet kiezen of delen met je tijd. En dat moet klaar. Want op kantoor willen ze daar natuurlijk ook weer graag mee verder. Dat is heel erg logisch. Dus ik heb dan altijd een bepaalde tijd daarvoor. En ik wil altijd heel graag ruim binnen die tijd daarmee klaar zijn. Want dan hebben hun daar ook weer de tijd voor.
Ik heb liever dat ze gewoon een paar dagen extra tijd hebben om foto's ervan te maken en het allemaal in orde te krijgen. Dan dat ik spuit 11 op het laatste nippertje aankom. Kijk, ik vind het niet storend door op een witte kaart. En het fijne is dat je daar gewoon mooi in kan schrijven. Dus, maar, en deze plak ik ook wel weer gewoon. Deze pak ik wel tape voor, omdat dat, dit is gebobbeld papier. Dus ik gebruik gewoon even een beetje extra tape. En dan de restlijn. Maar goed, de voorbeelden zijn bijna klaar. Dus eind van de week weer een live. Dus dan zit ik weer gewoon goed. Dan moet ik in het weekend wel weer eens even kijken wat ik dan ga doen. Maar ik heb ook mijn kleine neefje op bezoek gehad. Ja, dat is ook zo'n heel klein handenbindertje van een half jaar. Die ligt dan op de slaapkamer. Dus als hij hier ligt, ja, kan ik niet gaan zitten filmen. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. En ik vind het gewoon echt gewoon helemaal te gek om op dat ventje te passen. Alleen hij slaapt slecht bij mij 's nachts. Hij vindt het heel gezellig om te feesten. En hij ik denk dat hij onderhand ook al weet van, nou, als ik maar hard genoeg feest, dan mag ik bij tante in bed. Nou, dat heeft hij dus goed voor elkaar. Kijk, hier komt toch wel een heel klein subtiel parelrandje overheen. Verder ga ik niet al te veel poespas doen, want dat vind ik dus, wat ik al eerder zei, niet echt gepast. Ik ga hier even een heel klein beetje lijm doen. Dat plakt eigenlijk wel vast als het goed is. Ik ga nou toch een beetje tacky tape. Want die andere tape, daar plakt mijn pareltje niet aan. En die plakt ook niet goed vast op mijn kantje. Dus ik heb dan liever dat het goed vast zit. Kijk, dat was eigenlijk de betere schaar voor deze tape. Ik had eigenlijk nog een andere hoor, maar die zie ik nou even niet. Ik had dit schaartje gekocht om eigenlijk mee te gaan knippen, maar ik val toch iedere keer weer terug naar mijn oude Pergamano schaartje. Stom is dat, hè? Ben je gewoon zo aan gewend? Al die tijd? Dat moet niet gekker worden. Nou gaat de lucht nog blauw worden. Laten we het hopen, want ik heb een berg met was. En het zou wel heel fijn zijn dat het gewoon buiten gedroogd kan worden. Zo, nou, dat is over. Nou, dan zijn we al een heel eind. Dit moet ik nog rechtstansen. En dat kan ik nog. Ja, dat kan ik er vast al wel vastzetten natuurlijk. Even kijken hoor, dat het wel recht wordt. Zo. En die, ja, weet je, dat maakt eigenlijk niet uit. Ga ik het hoog, ga ik het laag doen? Dat is gewoon spelen wat je zelf leuk vindt. Ik ga hem een beetje lager doen. Dus dan komt hij toch gewoon daarachter te zitten. Nou, dan moet ik eerst even die tekststempel erop gaan zetten natuurlijk. Want ga je hem... Oh, kijk nou, mijn handen willen niet. Even kijken. Ga je hem nou precies in de midden? Dan moet hij ook echt precies in de midden. Ga je gewoon ietsjes uit de midden zitten. Een centimeter of wat eronder. Dan maakt het helemaal niet uit. Kijk, dan komt hij zo eroverheen. Nou, dan gaan we even verzinnen, want ik wil de tekst dus hierop hebben. Maar dan pak ik wel even de stempelhulp erbij, want ik vind het een beetje tricky. Het zou zonde zijn als ik mijn kaart nou verknal. Dan ga ik even kijken of die een beetje uitgelijnd zit. Want dan kan ik daarnaar kijken, maar dat zit hier natuurlijk niet. Of ik moet hem gewoon helemaal tegen de rand aanzetten. Dat is nog het allerbeste. Dan weet ik dat hij recht zit. Laat ik dat even doen. Co, denk eens even slim na, meisje. Kijk, want nou moet hij recht zitten. En als het niet is, dan ligt dat aan mijn papier. Dan heb ik scheef gestanst of gesneden. Maar hier kan ik mee leven. De tekst. Sterkte in deze tijd gaan we opzetten. En zo zie je, nou wordt het dus een kaart waar
eigenlijk niet echt een plaatje op komt te staan. Sterkte. In deze tijd. Nou moet ik echt gaan staan hoor, want ik kan het nou zelf niet goed zien. Of ik een beetje... Het staat zo krom hè, als je zo scheef gaat zitten stempelen. Nou, ik geloof dat hij aardig recht zit. Wel, de ring zit ertussen. En dan ga ik hem met grijs stempelen of met zwart? Dat is altijd weer een dilemma. Maar ik heb eigenlijk alles een beetje grijzig. Dus ik denk dat ik het maar met grijs ga doen. Even kijken, want ik heb verschillende smoky gray, ja. Die ga ik erbij pakken. En dan hoop ik maar dat die... zie je, hij is eigenlijk nog vies. Maar als ik er nu met water op ga zitten, dan moet ik hem ook weer gaan nadrogen. Ik ga hier gewoon even een restje papier tussen proppen. Kijken hoe die uitpakt. Kijk, want dit is een restantje. Dan komt het hierop. Denk ik ongeveer. Dan weet ik of die grijs of zwart afdrukt. Nou, dat is half om half. Maar hij moet niet te hard gedrukt worden. Dat zie ik al. Of ik kan hem misschien beter met... Ik vind hem niet zo'n hele strakke afdruk geven. En ik wil wel dat het een beetje strak is. Het kan best zijn dat het aan mijn inkt ligt. Mijn inkt is te vettig. Dus ik ga het toch niet met deze inkt doen. Ik ga het met even goed schoonmaken. Dan toch. En dan ga ik het nog een keer proberen. Even zien hoor, want ik wil even een doek, maar ik wil eigenlijk niet die doek. Nee, vind ik een beetje zonde. Dit is echt een oude, vieze, smerige doek, maar dat maakt niet uit. Is die droog? Ja. Dan heb ik nog Hickory Smoke. En dat is met de Archival. Die is eigenlijk iets of wat... dit restje is niet groot genoeg. Ik moet wel iets hebben waar ik gewoon op kan stempelen wat je... Ja, dit. Als ik dit er nou even tussen leg, dan kan het geen kwaad. Ik denk dat dit een wat strakkere afdruk geeft, deze inkt. Die is niet zo vettig. Zie je, die moet je ietsjes harder aandrukken juist. Maar die is, daar zie je de lettertjes beter. Als ik dat... Dit is wel heel soft hier, hè. Toch maar in het zwart doen. Ik ga hem nog één keer proberen en dan in de Archival zwart. Ja, dit is eigenlijk even gewoon uittesten wat je het mooiste vindt. Ik kan beter nu doen. Ik vind dit toch wel het mooiste. Ik vind, dit komt net iets wat meer over en het is niet zo zwart-zwart. Dit is te soft. Zie je? En ik zit dadelijk met, dan valt dat niet op. Nou, dat vind ik zonde. Hij bleef plakken. Nou, hij is mooi. Super. Dat zie je. Soms heb je wat in je gedachten en dan moet je toch weer even afwijken. Nou, dan heb ik dus nog steeds geen plaatje gebruikt. Hè? Er komt alleen een dingetje op. Wat je ook zou kunnen doen, als je dus de plaatjes helemaal niet hebt, of je hebt dit blok niet en je hebt wel gewoon
allerlei papier wat wel bij elkaar past, kan je ook gewoon een soort van bloemetje, bloementoefje maken hier. Nou, dat ga ik dus niet doen. Maar ik wil alleen het idee even doorgeven aan jullie. Ik ga wel even mijn sterkte op en me in deze tijd. Die kunnen we natuurlijk niet kwijtraken. Dat is niet de bedoeling. Nou, het enige wat ik dan misschien doe is deze iets verhoogd opplakken. Ja, dat ga ik wel doen. En dan wordt dat met foam. En ik ga dat foam. Even kijken hoor, waar ik dat. Ja, aan deze kant. Want het wordt niet heel breed. Want ik wil hem alleen maar daar en hier. Want dit zweeft toch iets als het ware, omdat je dat niet, net niet raakt. Dan moet ik even kijken. Kijk, dat is omdat ik dat met dat mes gesneden heb. Daarom zat ik te twijfelen. Ga ik. Wel of niet een, hoe heet het? Ja, ik wou het niet knippen. Dat moet dan toch maar. Even kijken, deze moet ik hebben. Deze knipt er wel doorheen. Dan is die net te groot. En de andere vind ik een beetje vreemd van model. Zo, die komt aan deze kant. En dan een beetje onderaan in de midden komt dit stukje. Ja, het is tijd dat ik dat schaartje goed schoon ga maken, want dat is zonde. Even kijken. Hier. Nou, prima. Die kan erop. En misschien, maar daar moet ik naar gaan zoeken. Want ik weet niet of ik de juiste kleuren heb van plakparels. Het zou het mooiste zijn dat ik een beetje grijzig had. Maar ik weet niet of ik die heb in mijn bezit. Ik heb heel veel parels, maar... Of ik pak gewoon wit. Dat kan natuurlijk ook, want ik heb daar ook wit gebruikt. Zo. Nou, hier komt natuurlijk niks. Dan had ik twee vlindertjes uit het blokje. Die moet ik dus nog even eentje, moet ik sowieso nog even een beetje knippen, want die ziet er niet uit. Ik moet even die buitenste rand af, dat vind ik niet mooi. Ja, dat is misschien miepen. Maar ja, dat is... Anders is die niet ik. Dus je moet even een heel klein dingetje af. Het hoeft niet veel hoor. Dan heb ik ook gelijk die puntjes mee. Nou, hier, dit is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Mijn schaar is ook plakkerig. Daar ben ik ook al niet blij mee. Slecht opgeruimd kootje. Dan moet ik even kijken hoor. Die gaan natuurlijk. Je kunt ze er ook afknippen. Dat doe ik ook met regelmaat hoor. Maar ja, dan heb ik geen voelsprietjes meer. Althans, die vlinder niet. En ik probeer ze er altijd aan te laten. Als het lukt, laat ik ze eraan. Verknal ik hem. Nou, dan knip ik ze eraf. En als je het rustig doet, dan lukt dat ook. Zit hier nog iets aan wat me niet aanstaat? Een heel klein wit randje. Deze had ik eigenlijk al geknipt, maar hier heb ik nog iets of wat wit randje. Soms zie je het niet goed, hè? Nou, en die komt hier. En dan zie je dat je eigenlijk, nou dan maak ik het, je zou het zelfs ook nog kunnen doen met vlinders die, hoe zit ik dat te verzinnen, hè? We hebben natuurlijk in de Janine collectie, hebben we ook vlinders. Dan moet ik eens even kijken. In de
Dat is de nieuwe lijn. En daar zaten vlindersstanden bij. We moeten eens even kijken. Dat was natuurlijk helemaal niet de planning. Maar soms moet je even van je planning afwijken. Oh, die zitten hier bij elkaar. Nou, misschien vind ik die dan wel weer te groot. En dan kan ik er... Of ik moet er eentje hier plakken. Nou, dat kan wel. En dan die... Eén hier en één daar. Nee, ik heb graag verschillende groottes. En daarom had ik... Nee, ik hou het bij wat ik gedaan heb. Wat ik uitgezocht heb. Ja. Maar ik vind het denk ik wel leuk om een klein beetje, nog als toevoeging. Moet ik even kijken hoe dat erbij komt. En dat hoeft echt niet veel te zijn. Dat is ook een beetje vuil wit, zal ik maar zeggen. Om dat er nog een stukje hierachter te doen. Ik ga nou even heel erg in twijfel. Want ik vind eigenlijk de Janine vlinder ook wel heel mooi. Zal ik hem even stansen? Dan weet ik het zeker. Dadelijk is mijn kaartje klaar en dan denk ik... Had ik nou toch maar even gestanst. Want dan wil ik hem wel in het donker en in het licht. En misschien kan het dan wel met twee. Soms moet je even afwijken hè, van iets wat je eigenlijk had bedacht. Geen idee of dat deze geëmbost moet worden. Maar weet je, dat doe ik dan toch niet met de onderste. Want dat wordt dan mijn... Nee, hoeft niet. Ik had hem er eigenlijk even net andersom door moeten draaien. Soms pak je stansmachientje net iets leuker. Kijk, en dan hebben we natuurlijk wel dezelfde kleur. Aan deze kant. Even schoon puntjes eruit. En dan moet ik natuurlijk wel hartjes hebben. Heb ik die vlindertjes voor niks zitten knippen. Maar ja, die gebruik ik wel weer op een ander project. Vlinders zijn nooit weg. Ja, en dan doe ik hem toch twee keer, want dan vind ik het, anders klopt hij niet, hè. Kijk. Dus dat worden twee donkere en twee lichte vlinders. Nou, dan moet ik nog twee lichte. Haha, dat werkt niet. Soms kan ik ze er zo uit knotsen. Maar dat gaat niet. Deze zit goed vast. Dan nog twee lichtere. Niet dit. Even kijken. Dit. Ja. Of deze kant. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Blijft eigenlijk een beetje spul erin zitten, wat ik eigenlijk er liever niet in heb. Maar goed, weet je, dan draai ik hem heen en weer. En dan weet ik dat hij sowieso wel gestanst is. Oh, dit is echt zo fijn, die kleine machientjes. Ik kreeg er vorige week ook nog als reactie van, ja, maar wat is er dan zo fijn aan? Ik zei, nou, ik heb een elektrische machine. Kijk, daar staat hij. En tuurlijk hoor, die is gewoon ook heel fijn. Maar voor de tussendoorprojecten, de kleine dingetjes die ik dus live wil draaien, geef mij dan mijn kleintje maar, als het erdoor past. Hè. Want voordat ik drie keer heen en weer door die machine geweest ben, heb ik al 10 vlinders gedraaid. Bij wijze van, hè.
We zullen even de rommel aan de kant doen. Dit gaat hem niet worden. We gaan gewoon met deze verder. Kijk, omdat ik hem nou zo driftig twee keer erdoor gejast heb, of drie keer, gaat dit er allemaal wat makkelijker uit. Ik ben een beetje lui om dan mijn stansmachine, om mijn malletje tussendoor schoon te maken. Meestal gooi ik er even mee op mijn plaat als ik klaar ben met alles. En dan komt het mee, of tikken, weet je wel. Het meeste vliegt er dan uit. Dan hoef je dit... Ik vind dit al genoeg, dat ik dit eruit moet halen. Ja. Kijk, ik had hem ook dicht kunnen doen. Dan had ik hem na moeten tekenen. Nou ja, dat vind ik niet echt mijn ding. Vind ik gewoon te veel werk. En omdat ik hem dan toch niet netjes nageknipt krijg. Heb ik net zo lief dat ik deze vlinder gewoon een beetje plat erop plak. En de andere vlinder, die er bovenop komt, die wordt dan gewoon... wat fladderend opgeplakt. Dan krijg je toch net of je een schaduwvlinder eronder hebt. Daarom doe ik een donkere eronder. Kijk, vind je dat zonde van je papier, dan moet je dat natuurlijk niet doen. Maar ja, het voegt net wel wat toe. Misschien vind ik dit dan toch wel net iets te veel, hoor. Ik had liever een kleinertje gehad daar bovenaan. En ook die hebben we nog. Maar dan moet ik weer gaan zoeken. Krijgen jullie het heen en weer. Ze blijft bezig met stansen en doen. En ik weet dat er mensen zijn. Die worden hier heel onrustig van. Maar dat komt omdat ik dus niet van tevoren weet wat ik ga maken. Ja, weet je. Dat is nou. Ja. Ik kan van de hak op de tak. En nou zit je echt gewoon in mijn beleving van het maken van een kaart. Hoe gaat het in zijn werk? Hoe werkt Corine? Nou ja, Corine werkt zo. Van de hak op de tak. En dan zoek ik gewoon mijn kleinere vlindertjes. Kijk. Want die hebben we natuurlijk ook. En dat vind ik dan weer net mooier. Maar dan doe ik niet de dichte. Want deze is bijna net zo groot. Ja, die is bijna net zo groot. Ik vind dan zo'n kleintje aan de bovenkant eigenlijk net weer mooier. Deze bewaren we. Deze gaat hier bovenop. Eén geluk, hè, dat er in de Janine collectie diverse maten zitten. Kijk, deze komt hier bovenop. Nou, dadelijk ga ik hem rechter zetten. Oh, hij zit goed. Oh, hij zat goed. Niet beven. Juist. Luisteren. Kijk, dan kan je hem zo laten fladderen. En dan komt die donkere er van onder. Nou, dat is toch hartstikke gaaf. Maar ik wil dus nog wel even dat kleine blindertje in het donker. Kan daar niet uit. En dan... ja, en dan wordt het nog even zoeken naar de juiste... hoe heet het? De juiste pareltjes. Ik weet echt niet. Ik weet dat we in de Janine collectie hebben ook heel veel parels. Maar geloof nou niet dat daar zo'n kleur in zit. Zo'n... En ik kan het natuurlijk met het lichte doen, hè. Kijk nou, ik heb hier... Oh, kijk nou, fijn. Ja, dit vind ik gewoon toch mooier, hoor. Dan gaat het kleintje gaat voor moeders uit. Nou, die komt daar. Kijk, en dan zullen er vast weer wel zijn die zeggen van, nou, maar is de inimini? Nou, dat vind ik niet. Zo, die komt daar terecht. Ietsjes hoger, dat hij net met zijn voelspritjes buiten het dingetje zit. En dan moet ik dus nog even een lichte. Welke had ik nou? Wat had ik nou? Hier kan hij uit. Die moet daar dan weer op. En we moeten er ook even rekening mee houden dat hij natuurlijk niet vol gaat komen. Want het is een Combiolandse kaart. En
Die willen mensen graag ontvangen. En ook mooier ontvangen. Oh, dan knal ik bijna mijn voelsprieten eraf. Maar zoals het hier is, moet het niet te uitbundig. Dus dat doen we ook niet. Ik zou het liefst wel donkere pailletjes hebben. Of steentjes bedoel ik. Dus ik ga even zoeken. In mijn verzamelbakkie. Of daar wat van tussen zit. Maar ik vrees. Nee, het is allemaal roze en bruin en licht. En donker hebben we natuurlijk niet. Jammer hè. En dan heb ik ook niet toevallig. Oh, wacht even. Wacht even. Haha. Het is al wat aan de grijzige kant. Maar misschien gaat dat wel. Dan moet ik even zoeken naar een wat kleinere. Heb ik nog een lepel. En ik moet eigenlijk een... oh, wat een zooitje nou hè. Even ruimte maken. Want dit ziet er niet uit zo. Dit wordt zo ongezellig. En zo, zo vol. Nou moet ik even... En dan ga ik even zo doen. Niet lachen, hè? Een lepeltje. Ik had hier ergens een lepeltje. Want zo kan ik het gewoon echt niet vinden. Hoor eens, daar vallen er al. Maar zo moet het lukken. Nou, dan zal er toch echt wel wat grijzig tussen zitten van maat. Waar ik van denk, oké, dat past. Ik had mijn stokje. Ik heb ook zo'n potlood, maar die werkt niet meer. En dan denk ik dat dit, het is niet dat hele donkere grijze. Maar dat hoeft ook niet. Eén. Ik vind het altijd leuk om er een stuk of drie op te doen. Dus ik moet wel dezelfde maat hebben natuurlijk. Dat is wel zo mooi. Oké. Dan had dit eigenlijk mooier geweest met een grijzig... bandje, maar ja. Of ik moet ze toch in het wittig doen. Moet ik even kijken. Maar die zijn ook crème. Dus dat gaat niet. Ik heb dit band gewoon niet in het... in het grijs. Ik heb wel crème pareltjes. Ik ga nog even terug. Ik vind nou de combi van dat naar dat niet mooi. En hoewel het grijzige... past bij de vlinders. Dan had ik hier dat randje niet op moeten doen. Maar hier zit... Dit is weer uit de Janine collectie. Daar zit crème in. En die matchen wel redelijk mooi met die. Dus dat wordt hem die. Dan blijf ik alles toch wel in dezelfde tint houden. Dat is het mooiste. Nou, dit gaat even achteruit. Even zo. Dus dan hebben jullie er niet te veel last van. Weg. Die grijze ook. Weg. Kijk, dan had ik dus hier dit paillettenband niet overheen moeten zetten. Dan had het mooi met grijs geweest. Maar ik heb nu dit gebruikt. Ja, dan moet je terug. Eens even kijken hoor, want ik heb er hier dus drie. En wat ik nou doe, hoef in principe niet. Want er zit natuurlijk allemaal al plak aan die dingetjes. Die steentjes, maar voor de zekerheid. En die haal ik er weer juist met mijn pincet af. Maar waar is mijn goede pincet? Ja. Dat heb je als je van alles gebruikt. En dan... Nou, ik zie hem niet. Hè, helaas, pindakaas. En als ik dadelijk klaar ben, dan heb ik hem zo te pakken hoor. Nee, ik zie hem niet. Ik heb hem ook nog niet gebruikt volgens mij. Maar ik vind het beter gaan met mijn goede pincet dan met deze. Deze werkt niet. Zie je? Die doet niet wat ik wil. Die is een beetje eigenwijs. Zie je dat dit dan toch weer wel beter matcht? Even kijken hoor, als ik hem nou even goed knijp. Dan. Ik
had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om de donkere vlinders bovenop te doen. Maar dan vind ik ze een beetje hard worden. Dus dat kan je ook nog doen, hè. Maar dat vind ik wel hard, hoor. Nou, en dit matcht gewoon precies. Dus, doen we het gewoon zo. Nou, als je nou denkt dat ze niet goed plakken, hij zat zo vast als een huis. Dat is altijd maar mijn tik, dat ik daar nog extra lijm onder doe. Doe ik daar nog even 3 steentjes. En dan is die klaar. Kan ze ook zo schuin doen. Maar ik vind het eigenlijk strakker om recht. Ik heb alles recht. Dus dat doe ik met dit ook. En je ziet het heel slecht, maar het zit hier dus op deze sheet. Zit crème. Crème steentjes en witte. Ja, en dat is net hoe het licht erop valt, maar ik kan het wel goed zien. Nou moet ik even zien dat ik wel recht plak. Nou, het overtollige lijm wat erop zit, dat wil ik dan nog wel eens zo doen. Maar in principe hoeft dat niet, want het droogt transparant. Moeilijk, hè, sommige woordjes. Transparant op. Hé, hey, en weet je wat ook leuk was? Er kwam in die, bij die demo kwam er een man met een vrouw. En die man die, ja, die kijkt, die hoort mij altijd op de achtergrond. Dan is zijn vrouw aan het luisteren naar mij, aan het kijken. En dan zegt hij, oh, is ze er weer? Lachen. Ik zeg tegen hem, ik zeg en. Ik zeg, ja, nou zie je ze een keer in het live. Ik zeg, en valt tegen. Nou, het viel niet tegen. Dat is eigenlijk ook geen gezegde, hè? Maar ja, goed. Dat ik dat vraag. Nou, hier zie ik ook nog een klein beetje overtollig lijm. Dat haal ik er toch even van tussen. Het hoeft niet, hè, wat ik zeg, hè. Want dit droogt transparant op, maar ja, ik vind het dan... Nou, en dan gaan we dus even de vlinder nog een beetje lekker omhoog zetten. En dan is het toch een rustige kaart gebleven. Hè? Ondanks dat ik er toch best wel even een klusje aan heb gehad. Ah, nee. Nou, dan hebben jullie in ieder geval een woensdag weer een filmpje. Daar was het mij om te doen. En het hoeft ook niet altijd lastig te zijn, hè? En druk en vol. Want daar houdt ook niet iedereen van. Dit kan je gewoon helemaal indelen. Je kan zorgen dat je hier een plaatje hebt. Nou, dan heb je gewoon een basis hoe je dus een simpele, eenvoudige kaart maakt. Nou, ik dank jullie wel voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei doei!